Deze highlights worden u aangeboden door Takeaway.com en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. De rug daar bij Tomori en dan de save. Penalty, denk ik. En geen penalty. Ja? Of niet? Tomori rood. Oh la 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 la. Wat een ommekeer ineens. Tomori tegen zijn ex-club. Reece James. Voor Mount. Nou ja, houdt hem wel tegen natuurlijk. Twee keer, ja. En een voorsprong. Beginnen we aan tegen Chelsea. Daar komt hij. Jorginho, aan een schijnbeweging. Catarusano, de andere hoek in. En dan heel simpel in de tegenovergestelde hoek gelegd. Ja, zoals hij dat wel meer doet. Hè. Ja. Een sprongetje. En dan de keeper op het verkeerde been zetten. Dus zuiver afgewerkt. Gevaarlijk. Daar zijn ze weer. Sterling. Geblokt door Kalulu. Opgevangen James. Hernandez. Diaz. Trapje en de kopbal. Giroud. Hij is er toch altijd. Nu voor Chelsea om die man meer uit te spelen. Kijk maar, Chilwell naar binnen gekomen. Daar ook centraal weer veel ruimte. Ja, en daardoor kan Chelsea die bal toch nog in ontvangst nemen. Daar is alweer een nieuwe kans en James scoort. Nee, het is Aubameyang. Hij komt van rechts, daarom denk je in eerste instantie aan James. Maar het is 0-2. Ja, veel ruimte daar om eerst even die bal van links naar het centrum te brengen. En dan natuurlijk de goede versnelling door het centrum. Nou, dit is wat eigenlijk niet mocht gebeuren. De snelle 0-2 erbovenop. Koulibaly met de cross. Voor James. Ah, goed gedaan. Reece James. Niet over het hoofd van Bennacer. Chaloba. James gaat een beetje uitdagen. Ja, dat zou ik niet doen. Ah, knap weggedraaid van Mount. En een uitstekende parade. Saloba mag ook eens meten aanval. Balletje voor Gallagher. Speelt de doelman en plaatst hem in het zijnet. En is daar bijna Aubameyang, bijna Sterling. Bal opgevangen James. Legt hem naar achteren voor Kovacic. Kraakt hem. En dan via Aubameyang de redding. Leao. Voorbij Gallagher. En dan is daar weer de volgende. Oh, Tonali. Jammer. Dest. Alles wel weer voor Chelsea, Loftus-Cheek en Aubameyang puntert hem ernaast. Ja. Het zal voor Milan moeten gebeuren in de laatste twee wedstrijden. Ze hebben nog altijd een kans. Ze zijn zeker nog niet uitgeschakeld. Hier is Origi nog. Kan die nog een actie maken? En trap in elk geval binnen het kader. Havertz kan laten voor Kovacic.
kan toch maar naar de andere kant. Hij kiest dan voor de crossbal. Loftus Cheek. Aspilicueta is weer mee. Daar gaat het naartoe. Krijgt hem terug. En dan nog een schotje tegen een eigen ploegmaat. En dan is er nog Gallagher. Die kan oppikken. Uiteindelijk. En uiteindelijk Patarusanu met de save. Ja, een buitenspel ook van, ik denk, Havertz. Deze highlights werden nu aangeboden door Takeaway.com en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.